Ken je dat gevoel, het is zondag, je weet niet goed wat doen en je denkt, kom, laten we een keer even langs gaan bij VTM. En blijkbaar zijn we vandaag niet de enige die dat gedacht hadden, want de Medialijn zet vandaag natuurlijk de deuren open voor Rode Neuzendag. En ja, we gaan een keer checken hoe hard dat iemand als een Stef Wouters eigenlijk aan het werken is, hè? Of niet. Je sokken worden geplaatst. We staan hier bij Kirst Rogiers en Francesca van Thiele en zij heten iedereen welkom vandaag voor Rode Neuzendag. Ja, is er al veel volk gepasseerd? Immens veel. Ze hebben een oproep gedaan op VTM en binnen de kortste keren was het helemaal uitverkocht. Het vreemde aan vandaag vind ik wel dat je eindelijk jouw kijkers ziet. Want bij theater, we hebben allebei al op de planken gestaan, heb je natuurlijk die interactie wel met het publiek. Maar hier vandaag zitten wel de mensen die dag in dag uit naar onze nieuwsprogramma's en onze televisieprogramma's kijken. Dat is wel eens fijn. Zo'n nieuwsdienst, dat open je niet zomaar. Dat is eigenlijk praktisch bijna totaal... dat is niet te doen, praktisch. Ik sta hier bij Danny Verstraeten, natuurlijk het boegbeeld van VTM Nieuws. Kirst Rogiers die vertelde daarnet in de voorstelling dat wij hier de geheimen van jouw kapsel gingen te weten komen. Wel lichtjes achterover, een beetje gel en onveranderd laten gedurende 27 jaar. Dat is het recept. En is er een reden voor om dat onveranderd te laten? Nee, ik heb er nooit bij stilgestaan. Ik vind dit handig, het kan niet in mijn ogen hangen. En het is een beetje proper en geciviliseerd om thuis bij de mensen binnen te komen. Dus. Check wie dat we ook gevonden hebben op de redactie van het VTM Nieuws. Hij is wel van de muur gevallen, denken we. We staan hier gewoon in de grote studio van VTM Nieuws. En ja, kijk, ik ga even testen hoe die stoel van Danny Verstraeten en co. nu eigenlijk voelt. Even gaan zitten. Oh my god, dit is zo speciaal. Zalig. Ja, dat ziet eigenlijk wel lekker. En kijk, die hebben ze allemaal van die schermpjes om te volgen. Dat is kijk cool. Vanaf volgend weekend wordt het gevoer kouder. Dus volgend weekend wordt het gevoer kouder voor langere periode. Fijne namiddag, graag tot vanavond. Goedemiddag, we krijgen zoals beloofd een heel winderige dag met rukwinden tot 90 km per uur aan de kust. Met een windkracht 6 daar, met veel wolken. Op sommige plaatsen een aantal tijdelijke en plaatselijke opklaringen. En langs de Nederlandse grens, daar is zelfs wat lichte regen mogelijk. Veel grijze wolken, weinig of geen opklaringen dan. Ook woensdag trouwens, blijft die storing in de buurt. Ik sta hier nu bij David en hij heeft zo net het weerbericht gepresenteerd. Hoe was dat om dat zo te presenteren, terwijl iedereen eigenlijk op uw vinger stond te zien? Oh, ik let daar niet op. In het begin van mijn presentaties, 13, 14 jaar geleden, zou ik daar zenuwachtig voor geweest zijn. Maar ondertussen ben ik dat zodanig gewoon dat ik daar absoluut niet op let. Dus ik doe mijn ding. Ik vind het fijn dat mensen belangstelling hebben daarvoor. Dus jullie zijn wat mij betreft welkom. Ja, en ja, er zijn natuurlijk al heel veel mensen langs geweest en gepasseerd. Heb je al vreemde vragen gekregen of zo? Nee, dat niet. Gewoon vragen om selfies te doen of handtekeningen of zo. Of mensen die iets willen komen vertellen. Maar vreemde vragen heb ik vandaag of gisteren nog niet gekregen. Maar dat gebeurt wel eens, ja. Ja. We staan hier in de styling van VTM, waar onder andere de nieuwsankers gestyled worden. Zijn er zo speciale regels voor hun kleren en zo? Ja, uiteraard zijn er speciale regels. Wij hanteren bijna voor het nieuws, hanteren wij bijna een uniform. Omdat we niet willen dat de kijker wordt afgeleid door de kleding van onze presentators of presentatrices. Heeft er iemand speciale voorkeuren of zo wat dat hun kleren betreft? Of doen ze gewoon aan wat jullie hen geven? Nee, dat is zeker in samenspraak, ja. Onze eerste regel is qua styling, make-up en cap, is dat onze presentators of presentatrices zich goed in hun vel voelen. Van waar komt dat nu? Dat komt uit het prompter-systeem. En dat is een soort computer met iets woordachtig op. Jij mag Natalia zijn. Dat is deze stoel daar. Dat is de Natalia-stoel.
dansen en zingen is toegestaan. Geef ze een groot applaus. Hier zijn Stef en Christina. Skip the laughing angle. Turn cartwheels across the floor. Ik zit hier in de studio van The Voice van Vlaanderen en ja, we gaan die stoelen een keer testen, gelijk ja, Natalia dat zou doen zeker. Ja, dat ziet wel goed. Van de Neuzendag is natuurlijk een fantastisch initiatief. Wat vinden jullie daar zelf nu eigenlijk het mooiste aan? Ah, ik denk dat VTM een heel goed project heeft gekozen, want er zijn heel veel ja, noden in onze maatschappij. En je zou eigenlijk voor heel veel goede doelen kunnen gaan. Maar rond ja, de psychische problemen bij jongeren rust er toch nog een zeker taboe. Nee, wij gaan dat echt in de kijker zetten en we gaan dat bespreekbaar maken. We laten ook heel veel mensen aan het woord die daar heel veel van af weten om ja, naar een breder publiek te laten uitschijnen. Van kijk, er is heel veel ja, leed bij jongeren en ze kunnen niet overal terecht, want er is veel te weinig opvang. Ik heb zelf kinderen, 9 en 13 jaar, die gelukkig geen problemen hebben, maar je weet nooit wat er allemaal nog komen gaat. Ik vind het goed dat er sensibilisering rond gebeurt, dat mensen daarmee bezig zijn, aandacht voor zware problemen, maar ook voor pesten op school en dat soort zaken. Ik vind toch dat dat gebeurt. Wel, het feit dat we met gans het bedrijf ons inzetten om jongeren die psychische problemen hebben, toch 1 op de 5, hè, dat is een probleem dat eigenlijk altijd een beetje onder de mat is geveegd, of waar relatief minder aandacht voor bestond dan voor ongeneeslijke ziekten, hè, zoals kanker of andere ziekten. Wat nog fijner is dat veel mensen dat steunen, hè, die naar ons komen, die hier een gouden neus komen kopen. Dus het minste dat je dan kan doen, is dan die mensen heel goed ontvangen. En je merkt dat de warmte wederzijds is en dat is heel fijn. De bottom line is een beetje lachen helpt. En ik bedoel, als je naar mij kijkt, dan heb je sowieso al lachen helpt. Maar er komen nog heel veel, want 5 december zal er binnenkort zijn. En wij bouwen eigenlijk alles op tot die 5 december. Dus ik weet bijvoorbeeld dat radiocollega Sven O'Neillis die gaat wandelen. En zo zal er binnen de kortste keren wel wat info en andere initiatieven allemaal worden gecommuniceerd. Stef Wouters hebben we niet gezien, maar we weten nu wel het geheim van Danny Verstraeten en zijn haar dat al zoveel jaren hetzelfde is. En dat allemaal dankzij de Medialaan, die speciaal voor Rode Neuzendag vandaag de deur openzetten voor duizenden mensen die achter de schermen mee konden kijken. Welkom Marten, Klaasje en Hanne. Niks van dat nooit vergeten. Dat ziet hier niet slecht, hè? Pas ik je wel gewoon zou kunnen worden. Nee, Danny, je moet je geen zorgen maken. Ik ga je plek niet afnemen, je doet het gewoon veel te goed. En ik wil ook niet mijn kapsel meer dan 20 jaar onveranderd laten.